bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke video, zoals altijd, want ik heb altijd leuke video's, obvious. Ik ga vandaag beautyproducten testen, dus geen make-up. We gaan het vandaag even niet over make-up houden, maar we blijven wel in de beautycategorie. Ik ben bij de Ethos geweest en dit is geen samenwerking met Ethos of wat dan ook. Het is gewoon helemaal uit eigen initiatief, want ik had twee bonnen van hun waar iets van 30 euro op stond, dus ik kon gewoon iets halen bij de Ethos en ik had lang nagedacht, oké, wat zal ik dan gaan halen? Want ik heb niet echt iets nodig of zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon die bonnen opmaken aan allerlei beauty producten. Een beetje aparte beauty producten en gewoon wat beauty producten over het algemeen. En ik dacht, dan ga ik die proberen in deze video. Dus ik heb gewoon een aantal dingen gekocht en we gaan zien wat we ervan vinden. Ik ben heel benieuwd, want er zitten wel dingen bij waarvan ik denk, misschien niet echt iets voor mij, maar ik ga het toch gewoon proberen, want dat is wel leuk. En dat is de hele bedoeling van mijn hele YouTube-kanaal, om dingen uit te proberen. Dus ik ben benieuwd. Blijf dan vooral kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, ik heb ook hier de bon, dus ik kan gelijk vertellen hoe duur alles is. Het heeft mij in totaal €35,15 gekost, dus dat is niet heel duur voor 5 artikelen. Ik ga eerst beginnen met iets wat eigenlijk voor mijn lichaam vooral is. Ik heb hier de Bondi Sands Self Tanning Foam. Ik gebruik elke week zelf bruiner. Ik gebruik eentje van Vanity. Die is €40, maar die is echt geweldig. Hij maakt mijn huid heel mooi bronzy. En hij vervaagt ook op een mooie manier. Sommige bruiners vervagen in vlekken. En dan heb je allemaal van die vlekken op je huid. Die doet dat niet, dus die is echt geweldig. Maar hij is wel €40. En ik heb geen zin om elke keer €40 te betalen. Dus ik heb deze gevonden bij de Ethos. Die was ook in de sale. Ik heb hem gekocht voor €24,50. En normaal is hij rond de €31. Dus iets goedkoper dan de Vanity. Maar de fles is wel groter. Dus je krijgt ook iets meer volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd. Mijn vriendin Jasmin heeft mij deze echt aangesmeerd. Zij gebruikt hem en zij vindt hem super goed. Dus ik ben heel erg benieuwd. Want zij heeft hem mij echt zwaar aangesmeerd. Dus als ik morgen oranje ben, ben ik niet blij. En ook, dit is een Australisch merk. Dat is Vanity ook. Hier achterop staat ook hoe je het moet gebruiken. Stap 1 is dat je je scrubt, je lichaamscrubt. Dat heb ik al gedaan eergisteren. Dat doe ik altijd 1 of 2 dagen van tevoren. En als je hem opdoet, mag je hem na 1 uur afwassen. Maar als je echt heel bruin wilt worden, kun je hem 2 tot 3 uur laten intrekken. Dat is ook net als die met Vanity. Maar ik douche eigenlijk gewoon helemaal niet. Ik laat hem er gewoon de hele dag op zitten. En pas weer in de ochtend douche ik. Want ik douche altijd elke ochtend. Dus ja, ik haal hem er nooit af eigenlijk. Mensen, ik heb heel even die van Vanity gehaald om het verschil te zien. Kijk hoe groot die andere fles is, een stuk groter. Even zien of er ook echt daadwerkelijk meer in zit. In deze heb je 225 milliliter en in deze 150 milliliter. Dus en hij is €10 goedkoper en er zit ook echt meer in. Ik heb al een handschoen. Dit is gewoon de handschoen van Vanity. Maar ze verkopen hier ook handschoenen bij. Mocht je die willen hebben, die zijn iets van €10. Oké, ik ga even dit weghalen. Oké, ik heb heel even mijn haren achter gedaan. Ik heb gewoon nog iets aan. Ik ben niet na. Anders wordt mijn kanaal gedeactiveerd en dan moeten we niet hebben. Echt mensen, ik ben zo benieuwd. Oeh, hij is iets lichter van kleur dan die van Vanity. Oh mijn god, ik zie al echt gelijk dat ik een stuk bruiner ben. Oké. En dan altijd met wat er nog een beetje op mijn handschoen zit, ga ik over mijn gezicht. Dat is altijd maar echt heel minimaal. Nou mensen, ik moet zeggen dat ik al gelijk wel verschil zie. Ik ga heel even de rest van mijn lichaam doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb de rest van mijn lichaam ook gedaan. Tot nu toe ziet het er goed uit. Het smeert er gewoon goed uit. Het enige wat niet echt minder is, maar een beetje anders. Bij die van Vanity, als je het pumpt, dan maakt hij automatisch voor jou de perfecte hoeveelheid pump. Hij stopt dan gewoon en dan weet je precies van oké, dit is genoeg, ik pak niet meer. Met deze kun je zelf bepalen. Hij pumpt gewoon door, dus hij gaat gewoon door en dan hoe meer je drukt, hoe meer je krijgt. Dus ik had een beetje moeite met kijken oké, hoeveel moet ik dan hebben, omdat ik gewoon zo gewend ben dat hij mij vertelt hoeveel ik moet gebruiken. Maar goed, op zich vind ik hem oké, de kleur is mooi. En ja, ik moet het gewoon nou even laten intrekken, dus dat ga ik doen. En terwijl ik het laat intrekken, gaan we de andere producten proberen. Ik heb altijd hele droge lippen, dus ik heb een lipscrub gehaald. Dit is de Ethos Lipscrub in de kleur Bubblegum. Deze lipscrub is €3,99, ofwel €4. Dus ik ga even kijken wat ik ervan vind. Hij ruikt ook echt naar Bubblegum. Oh, ruikt echt zo lekker naar die ene kauwgom, Bubblicious. Het heeft echt die geur. Oh, mensen, je moet het niet aan likken.
Nou, op zich, hij scrubt wel. Ik vind hem alleen niet agressief genoeg. Ik wil het altijd iets meer agressief, omdat ik echt hele droge lippen heb. Maar als je dat niet wil en geen hele extreem droge lippen hebt, dan vind je hem prima. Wat ik ook een nadeel vind, is dat hij vies smaakt en hij is niet eetbaar. En je zou denken, hoezo moet hij eetbaar zijn? Mijn normale scrub is de W7 Jelly Crush Lip Scrub. Ik heb hem hier in de variant Outrageous Orange. Deze is eetbaar. Hij smaakt ook echt lekker. Het is denk ik niet de bedoeling dat je hem gewoon zo eruit gaat opeten. Maar ja, als je je lippen scrubt, komt het wel een beetje in je mond. En dan is het wel fijn als het tenminste een beetje lekker smaakt. En je het gewoon kunt eten zonder dat het schadelijk is. Dus ik vind deze van W7 toch iets beter. En ze zijn even duur. Ja, kijk. Hij heeft ook niet goed gescrubt. Je kunt hier nog velletjes zien. Nee, voor mij is hij niet echt ideaal. Even een balmpje opdoen. Oké, dan heb ik nog iets voor het lichaam. Dit is de Essence Good Vibes Good Memories Body Mist. In de geur 01 Springers in the Air. Deze kost €3,60. Het is Essence, dus weer heel goedkoop. En hij is echt best wel groot. Er zit 150 ml in. Dat is best wel veel. Ik gebruik eigenlijk nooit body mist. Ik doe altijd gewoon body lotion en parfum en klaar. Dus mij leek het wel leuk om deze te proberen. Ik ga hem even een beetje opsprayen. Ik weet niet of het heel handig is dat ik nou dit spray terwijl ik net heb gezelfbruind. Maar goed. Hij ruikt wel lekker. Het is een beetje een lekkere zeepgeur ofzo. Ik weet niet echt hoe ik het kan beschrijven. Er staat ook op Floral Fruity Fragrance. Ja, die geur klopt ook wel. Ik vind hem wel oké. Ik ben benieuwd hoe lang die geur een beetje blijft hangen. Oké, dan heb ik nog iets voor de haren. Oh my god. Ik ga dit gewoon nou proberen omdat ik toch mijn haren moet gaan wassen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb hier de L'Oreal Colorista Spray. Oh mensen, wacht. Ik heb het niet goed gezegd. Deze zelfbruiner is normaal €25. Maar ik heb hem voor €20. Dat is de prijs. En deze is €9. En ik heb hem voor, want hij is in de sale, -4,50. 9-4,50. Wat is de helft van 9,4,50 of zo? En dit is in de kleur licht roze. Je had heel veel verschillende kleuren. Iets van 5 of zo. En ik heb voor pastel roze gekozen. Dit is dus een spray die je haar roze maakt. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dit mooier zou zijn met stijlhaar. Ik heb krullen, maar ik ga het toch gewoon proberen. Ik kan op het flesje niet echt vinden wat dit zou moeten doen en hoe ik dit moet doen, want alles is in het Frans. Dus ja, ik kan geen Frans. Ik ga eventjes online opzoeken. Dit is dus voor één dag. Dit blijft één dag zitten, want als je je haren weer wast, dan was je het er gewoon uit. Oké, dat is ideaal. En het is niet schadelijk voor je haar. Nou, dat is wel handig, aangezien het voor je haar is. Er staat wel op, let op. Deze kleur is gemaakt voor donker haar. Dus als je blond haar hebt, wordt het iets meer intens. En dan moet je het waarschijnlijk 2 keer wassen om de hele kleur eruit te krijgen. Nou, ik heb dus een bruin haar, dus ja. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Oké, ik ga het gewoon denk ik een beetje hieronder doen. Zo ziet het eruit. Oh mijn god, ik ben zo bang. Oké. Oh mijn god, ik zie het al. Oké, rustig. Rustig. Mensen, zien we dit? Oh my god. Oh mijn god, het wordt gewoon echt roze. Hoezo sta ik versteld dat het echt een roze wordt? Daar is het voor. Op zich is dit wel echt handig. Als je gewoon even één dag een aparte kleur wilt. Oké, nou ga ik het even hier doen. Mijn haar is wel echt super donker. Ik heb echt zwart haar. Oh mijn god, ik spoot in mijn gezicht. Oké, mensen, zien we dit? Oh mijn god, ik vind het echt best wel leuk. In het echt is het wel iets feller dan op beeld. Ik ga er nog meer doen. Ik moet wel zeggen dat de kleur een beetje paarsig wordt. Terwijl in dit flesje is het echt pastelroze. Maar ja, mijn haar is dus heel donker. Dus als je het dan op donker haar doet, wordt het een beetje een soortig van paarsige kleur. Maar ik vind het wel mooi. Het is een beetje rozig paars. En de fles is al wel bijna leeg. Dus het is wel echt maar voor 1 keer. Tenminste, als je zoveel doet als ik, is het echt maar voor 1 keer. Maar als je echt alleen maar onder zou doen, dan kan het wel vaker. Maar hij is al bijna leeg gewoon. Je had ook een fel roze kleur. Dit was pastel, dus iets lichter. Ik denk dat als je die felder zou opdoen, het meer rozig wordt. Je had ook licht grijs.
Dus je hebt wel opties, maar dan weet je het. Als je licht roze pakt op een donkere haakkleur als mij, wordt het iets donkerder. Oké, mensen, hij is volgens mij leeg. Ik heb hem gewoon helemaal opgemaakt. I like it. Ik vind het echt leuk. Het heeft ook gewoon echt nut. Oeh. En dan heb ik hier nog een product. Ik heb hier een Pretty Animals gezichtsmasker. Dit is een brightening masker, waardoor je gezicht meer gaat stralen, hopelijk. En dit masker was €3,50. Ook weer heel erg goedkoop. En je moet hem 10 tot 20 minuten opdoen. Ik doe altijd het maximum, dus ik ga hem opdoen voor 20 minuten. Ik ga weer even mijn haar naar achteren doen. Zo komt hij dan uit de verpakking. Het is dus echt een dierengezicht. Ik ga hem even openmaken. Het is een sheet mask. Ik heb, by the way, nog niks op mijn gezicht. Dit is een vos. Oké. Okay. Oh, koud. Hij ruikt ook wel lekker. Oké, dit ziet er wel echt heel cute uit. Oké, het is nu 2 uur. Dan ga ik hem even 20 minuten ophouden. En dan ben ik benieuwd. Dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. Zwieber niet stelen. Zwieber was een vos, toch? Volgens mij wel. Weekend Zwieber van Dora. Volgens mij is dat een vos. Nou, ik heb hem 20 minuten op. En maar eraf. En dan staat er dat wat er nog op je gezicht zit, dat je dat er gewoon een beetje in moet drukken. Dus niet afwassen. Dat ga ik doen. Nou, wie kan er verschil zien? Volgens mij zie ik wel een beetje een glow, hoor. Meestal als er op een masker zo'n dier staat of van die gimmick-achtige dingen, dan heb ik niet echt hoge verwachtingen. Omdat ik dan denk gewoon van, oh, zij hebben het gewoon leuk gemaakt voor de lol, maar het heeft niet echt nut. Maar ik moet toch zeggen dat ik toch wel een glow zie. Wie kan het ook zien? Ik kan het wel zien. Mijn huid is weer hier een beetje rood. Ik heb echt een gevoelige huid en die wordt super snel rood. Ja. Yeah. Volgens mij zie ik wel een kleine glow. Nou, mensen en mijn huid. Ik ga even een beetje naar achteren. Hij is echt een stuk bruiner. Ik vind het mooi. Kijk. Ik vind het heel mooi. Ik denk dat ik nog wel iets bruiner ga worden. Want er staat op, als je het na een uur eraf haalt, dan is het iets minder. En als je het 2 tot 3 uur oplaat, word je iets bruiner. Ik heb hem nu ongeveer een uur op. Ja, yeah, I like it. En ik moet zeggen dat ik die essence geur ook nog ruik. Deze body mist. Ik kan de geur nog wel ruiken, dus dat is ook top. Ik ga me eventjes opmaken. Dan is er ook weer een uur voorbij. Een uur tot anderhalf uur, want zo lang doe ik erover. Want ik ga een Instagram look maken en die zijn altijd heel heftig. Dus die kosten altijd veel tijd. Dan kunnen we zo meteen ook gelijk zien hoe mijn huidskleur eruit ziet als ik hem 2 tot 3 uur op heb. Dus dat is ook handig. Dus ik kom zo bij jullie terug. Nou, Sarah 2.0 over hier. Ik ben al heel opgemaakt. Ik moet zeggen, mensen, deze foundation, ik wil hem even laten zien. Deze 6 euro foundation van de Primark is zo goed. Toen ik hem kocht, ik heb hem al een jaar of zo. Ik had er toen ook een video over gemaakt en toen vond ik hem ook al goed. Maar ik wil het toch nog even laten weten, mensen. Deze, ik heb hem in de kleur Toffee. Is echt geweldig. Ik wil ook zeggen dat ik echt heel blij ben met die zelfbruiner. Echt, de kleur is echt super mooi. Oh my god. Er is nog wel één ding dat ik wil testen. Die is niet van de Etel, maar ik zag hem hier staan en ik heb hem nog niet geprobeerd en ik dacht, ik ga hem gewoon ook in deze video gooien. Dit is de Primark Glow Nudes Illuminating Body Glow. Ik was laatst bij de Pri en ik zag deze staan. Deze is maar 5 euro. Er was er eentje opengemaakt, dus ik dacht, ik ga hem even proberen op mijn hand. Hij lijkt echt heel erg donker, maar dit was de enige kleur die er was. En ik dacht, oh mijn god, dit gaat veel te donker zijn. Maar toen ik hem een beetje op mijn hand deed, blende hij gewoon in mijn huid. Dus hij leek me niet te donker, dus heb ik hem gewoon gekocht. Dus ik ga hem even proberen. Ik ga ervan uit dat de zelfbruiner al voldoende is ingetrokken om deze op te smeren. Maar ik zal niet te veel doen. Waarom is bij de Primark altijd alles open? Echt, ik heb echt 10 minuten gezocht naar eentje die nog gesloten was. Het is in de kleur Fortune. Er staat dus wel een kleurnaam op. Ik weet alleen niet of er meer kleuren zijn, omdat er bij ons niet meer kleuren waren. Dit was de enige. En ik was bij de Primark in Tilburg. Nou, dit is hem dan zonder de verpakking eromheen. Ziet er best goed uit, dus ik ga hem proberen. Ik ga het weer eerst een beetje op mijn hand doen. Ik heb een beetje op mijn hand gedaan. Kijk, als je hem inblendt, wordt hij gewoon zo mooi goudachtig. Ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien zo op mijn hand. Hij ruikt ook echt naar chocola. Hij ruikt letterlijk naar chocola. Hij heeft een chocoladegeur. Nou goed, ik ga hem gewoon even hier aanbrengen. Ik vergeet de hele tijd dat mijn haar roze is. En dan zie ik het elke keer. En dan denk ik weer van, oh, mijn haar is roze. Ik ga deze Kabuki brush gebruiken van Lab 2 for Beauty. Lab 2 Beauty of zoiets. Oh, mooi. Hij blendt ook mooi in. Hij is een beetje gepigmenteerd. Hij maakt me een beetje bronzy. Oh my god, dit is echt mooi. Oh my god, Primark. You are killing it. Ik hoop niet dat hij plakkerig gaat zijn, want dat is niet fijn. Zien we dit? Kijk even het verschil. Hier is het echt helemaal niks. En hier helemaal glowy. Ik doe ongeveer 3 pompjes. Maar god, ik kan dit niet met links. Oeh.
ga het ook een beetje hier doen, op mijn borst, op mijn jukbeenderen. Je moet ook even beseffen dat dit soort body liquids vaak iets van 40 euro en zo zijn. Super duur. Deze is maar 5 euro. Mensen, ik ga hem gewoon over mijn hele borst doen, ik heb scheid. Oké, mensen, zien we de glow? Het is wel echt heel mooi. Oh my god. Ik laat het even van iets meer close-up zien. Kijk dit, jongens. Hij plakt wel echt. Oh my god. Dat wel. Dus de plaktest heeft hij niet doorstaan. Hij is ook maar 5 euro. Als het geplak jou niet uitmaakt, dan raad ik hem aan. Als dat je jou wel uitmaakt, raad ik hem niet zo aan. En ik denk dat heel veel mensen dat wel uitmaakt. Maar in ieder geval, weet je, hij is heel mooi. Nou mensen, dit was dan de video. Ik vond het echt weer super leuk om deze video te maken. Het is wel leuk. Een keer iets anders dan make-up, maar toch wel beauty. Ik zal even nog snel door alle producten heen gaan. De Ethos Lip Scrub vind ik niet fijn. Werkt ook niet goed. Ik vind die van WC even beter en zijn even duur. Deze body glow van de Pri die je net hebt gezien, super mooi. De glow is echt heel mooi, alleen hij plakt wel. Zo'n glow is ook vaak mooi op je hele benen en zo, maar omdat hij dus zo plakt, zou ik hem niet over je hele lichaam doen, maar echt alleen maar zo hier bij je schouders of zo. Dat is wel mooi. Deze L'Oreal Colorista haarkleur is echt top, zoals je kunt zien. Het is heel subtiel, omdat ik en krullen heb en donker haar, dus ik heb echt de meest slechte haartype om de kleur goed te kunnen zien. Dus mocht je mijn soort haar hebben, of in ieder geval mijn haarkleur, pak dan de iets fellere kleur roze. Als je het iets feller wilt. En als je het gewoon lekker subtiel wilt als mij. Dan is deze ideaal. Maar hij werkt dus echt. En ik vind het best mooi. De body mist van Essence vind ik ook fijn. Het is niet dat je de geur nog echt super goed ruikt. Maar dat komt ook omdat ik en zelf bruiner op heb. En nog deze van de Pri op heb gedaan. Maar hij is wel super fijn. Vooral zo in de zomer vind ik het echt top. Want ik heb ook niet altijd zin en tijd om een hele body lotion in te smeren. En dan is dit wel echt een handige, snelle optie. En dan de Bondi Sands zelfbruiner. Echt top. Ik vind hem echt mooi. Jongens, kijk even hoe bruin ik ben. Op mijn benen is hij ook mooi. Op mijn buik. Ik heb het overal gedaan. Kijk even mijn armen. Super mooi. I really like it. Hij is dus 20 euro. Hij is nou in de sale 20%. Dus ga hem zeker halen. Je krijgt superveel. Je krijgt 225 milliliter. Dus wat ik ga doen is mijn vanity fles wel opmaken. Maar daarna ga ik gewoon deze gebruiken. Want ik vind hem super mooi en hij is heel betaalbaar. Nou, dan zijn we aangekomen bij het einde van de video. En we weten altijd mijn standaard tekst die ik heb op dit moment van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. Zo kun je abonneren. En ik plaats twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg! Rooien. Rustig!